Het is mijn eerste lange documentaire. Wij zijn ver gekomen met deze documentaire. En weet je, nominatie is gewoon slagroom op de taart. Het is een eer voor mij. Ja. Radio Kobani is eigenlijk het verhaal van een stad die opnieuw geboren is. En via Dilovan, een jonge gedreven meisje die via radio probeert achter te halen wat het trauma van de stad is. Probeer ik die het drama van de stad Kobani eigenlijk vertalen naar film. Eigenlijk Kobani heeft mij teruggebracht naar mijn verleden. Ja. Ik had een, op een manier mijn rug gekeerd naar mijn eigen land. Met de gebeurtenissen in Kobani, ik dacht, ja, dit is mijn verleden. Ik moet ook iets terug doen. Ik moet iets kunnen betekenen voor deze mensen. Ik film die lijken, maar uiteindelijk zie je een kind die tussen die lijken loopt. Ook nog andere, veel andere kinderen, maar via die ene jongen probeer ik in te zoomen. Dat is onsmakelijk, het is bijna pornografisch. Maar kinderen zoals die jongen, die moeten ja, jarenlang onder die soort omstandigheden leven. Dit is een complete verhaal van hun. Als ik dat alleen maar weghaal, dan heb ik een deel van een verhaal niet verteld. Ik als maker, als kunstenaar, vind ik dat je moet wel ergens medemens confronteren. Dat doe ik met dat moment, zeg maar. We kennen IS van televisie. Dat was een moment die ik heel dicht bij mij maakte. En ik en mijn crew, we waren alle drie een beetje onrustig. En die commandanten zei, ja, rustig jongens, het is gewoon een manneke. Meer is dat niet. Hij heeft een foute keuze gemaakt. Mag hij terug of niet? Dat is eigenlijk een grote filosofische vraag. Wat mij betreft mag hij wel terug. Als wij tot hun niveau gaan, dan pas hebben wij verloren eigenlijk. Dat moeten wij niet doen. Toen dacht ik, ja, deze film moet met een hoopvol einde beëindigen.